die u nu gaat zien, die hebt u al gezien. Ik hoop dat hij nu helemaal uit trance is en klaar is voor een gesprek. Fakir Named Sökay. Hartelijk welkom. Uw show was heel indrukwekkend, hè? Maar eerlijk, voelt u nu pijn als u zich zo doorboort met die naalden? Nee, dus pijn voel ik helemaal niet. Ik ben ermee begonnen, ik was ongeveer 12 jaar, na een auto-ongeval. En sedert deze periode maak ik dus elke dag yoga. Dus ik maak yoga thuis, dan concentreer ik mij. En als ik dan op het podium ben, dan richt ik mij op een lichtpunt. En dan die volledige concentratie wordt dan omgezet in zelfhypnose. En op dat moment dus voel ik helemaal geen pijn. Het volledige metabolisme van het lichaam is veranderd. De hartslag is 3 maal trager. Het bloedsomloop is 3 maal trager. En op dat ogenblik is het dus mogelijk om dat te doen wat het publiek vandaag gezien heeft. U voelt geen pijn, maar als u met zo'n naald door uw wang steekt, wat voelt u dan wel? Ik voel alleen die naald voorbij gaan. Maar dus pijn voel ik helemaal niet. Maar als u die pijn kunt neutraliseren, dat zou dan betekenen dat u ook kunt geopereerd worden zonder verdoving? Ik ga bijvoorbeeld bij de tandarts of mijn vrouw, en dan maak ik dit dus onder zelfhypnose of met hypnose bij andere personen. En dan voel ik helemaal dus geen pijn. Ik zou eventueel kunnen een vinger afsnijden en ik voel helemaal niets. Natuurlijk, na 5 vingers is het dan natuurlijk moeilijk. Ja, toch, u vertelt dat nu zo, maar toch zijn er heel wat mensen die zeggen dat is trucage. Ja, dus de meeste mensen denken, dus ze zien dat op beeld, dan zien ze dat in het echt en dan zeggen ze dat moet trucage zijn, maar dat gaat de mensen een beetje de pet te boven. Maar dus alles is dus geconcentreerd dus op de pijnzenuwen en wij maken dus bepaalde zaken. Ik lig bijvoorbeeld op glas, op spijkerbed, ik werk dus met vuur. Dat zijn dus de klassieke zaken van het fakirismus. Dan ga ik dus verder dus om de mensen te bewijzen dat ik dus met volledige zelfhypnose het volledige lichaam kan concentreren. We hebben bijvoorbeeld 2 maanden geleden hebben wij dus op glas gelegen. En dan zijn dus meer dan 1700 mensen op mij komen staan, waaronder 1 persoon van 223 kilo. Dus dat zijn allemaal zaken dat men dus kan doen. Normalerwijze iedereen dus onder zelfhypnose kan dat doen. U eet ook scheermesjes op, uw gebroken glas. Ik kan me toch niet inbeelden dat dat bevorderlijk is voor de spijsvertering. Ik eet liever een goede steak au point natuurlijk. Maar dus ik eet scheermesjes, glas, uurwerken, alles wat min of meer kauwbaar is. Het enige nadeel is bijvoorbeeld, met de jaren tijd nu, is dat heel eenvoudig. Toen der tijd heb ik dus ook die scheermesjes, glas enzovoort opgegeten. Dan is dat blijven hangen in de maag, darmen enzovoort. Dan had ik natuurlijk maagperforaties, darmperforaties. Dan heeft men dat moeten wegmaken met maagspoelingen. Dat was natuurlijk beter. Daar blijven altijd stukjes hangen die erin blijven. En het enige probleem wat voor mij kan bestaan, is dat als ik dat nog een paar jaar doe, dat ik dan problemen krijg of zaventem, dan gaat dat tuut. En dan dan gaat de detector los natuurlijk, ja. Ja, maar als u nu radiografie gaat laten doen, wat ziet men dan in u? Veel te veel. Ik heb dat toen gehad. Ik had dus een zware maand december, ongeveer 7 jaar terug. En dan had ik buikpijn. En dan ben ik bij de huisarts gegaan. En durfde ik natuurlijk niet zeggen dat ik scheermessen aan het eten was. Dan heb ik gezegd, kijk, ik was een nagel aan het inslagen. Ik heb die nagel ingeslikt. Dan heeft mij dus dat beeld gemaakt. En dan heeft de dokter mij gezegd, dat is geen nagel. Dat is een hele nagelbak dat u ingeslikt heeft. Dat zit er nog allemaal in? Dat zijn bepaalde delen die erin blijven hangen en dat, ja, daar leeft men verder mee. U bent de meest doorstoken man ter wereld. Wij hebben bijvoorbeeld op een tijd van 8 maanden... heb ik meer dan 40.320 doorboringen gemaakt. Onmenselijk, maar het is dus gebeurd en daar sta ik dus ook mee in het Guinnessboek met bepaalde andere records. Dan heb ik toen der tijd dus de 30.320 keer gestoken. Dat maakt iedere keer een dubbele wonde. En het moeilijke daarvan is, de huid wordt eeltig. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om deze naald erin te krijgen. Hebt u alles echt zware verwondingen daaraan overgehouden? Ja, onkruid vergaat niet.